Hallo kijkers van ShinesPrize, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Blazing Emerald. En in deze aflevering gaan we proberen Watson te verslaan. En het is me trouwens gelukt om de internal clock gewoon goed te zetten. En dat betekent dus dat het nu licht buiten is. Voor het eerst in deze serie. Maar dat is ook belangrijk als we Duocean willen laten evolueren. Dus vandaar. Wajo, deze Dunsparce. What the fuck is dit voor een Dunsparce? Wat een begin van de aflevering, boys and girls. Het zal elektrisch zijn, denk ik. Hij heeft namelijk zo'n stopcontactje aan zijn staart. Level 30 ook. Dit wordt weer een pittige battle, denk ik zomaar. Dick, is hij ground electric? Anders, Magical Leaf misschien wel veel interessanter. Oké. Dat was meteen een interessant begin van de aflevering. Oké, hij heeft een leuk. Oeh, hij heeft 4 Pokémon's hier. Oeh. Psybeam is special. Doe eens even normaal, Luxio. Een beetje mij bijten. Oké, Luxio is dood. Gelukkig. Nog 2 Pokémon te gaan. En Duocean level 35. Electrode. We gaan even swappen. We moeten nu de happiness van Duocean eventjes intact houden. Moonraiser. Oh jee, Shockwave. Oké, ik hoop dat we de Electrode kunnen KO'en. Nee, blijkbaar niet. Maar dan doen we het nog. Oh, hij doet nu wel self-destruct. Oh, dat gaat veel damage doen, of niet? Ja. En een crit ook nog. Ik weet niet of het matterde, maar toch is het kut. Wat is de laatste Pokémon? Spark? Oh, ik leer Spark. Oeps. Ja, graag. Een elektrische aanval voor mijn tentacool. Oh, ik moet eerst kiezen welke Pokémon ik doe. Nou, dan doe maar Duocean. Welke Pokémon? Magnezone? Wat? Oké. Voordat we Magnezone gaan proberen te verslaan, doe eerst even een potiontje. Try attack. Ik hoop nog niet veel damage doen, maar vooral dat ik geen status conditie krijg. Dat deed wel heel veel damage. Psybeam, ja. Oké, we overleven het nog. Oh, dat was een crit. Oh, ook dat nog. Ja. Ik denk dat we een revive gaan gebruiken voor de loose mob. Dan moet Duocean toch doodgaan. Dit is wel slecht voor de happiness, maar ja. Weer een crit. Wat? We gebruiken Tentacool om nog heel eventjes de Loose Moth te bekogelen met een potion. Overcharge. Oeh, hij is geparalyzed. Oké. Dit kan positief zijn. Nu heeft Moonraiser niet zoveel nut, want het is een steel type. Signal Beam, dus bug, is ook niet heel goed. Ik ga toch Hive Mind, is ook bug, maar ik ga het toch even proberen. Ja, dat dacht ik al, dat deed niks. Dan moet ik Faint Attack gaan doen.
Oh, ik ben ook nog confused. Een toffe defense attack. Paralyzed. Oh, die weer overcharge. Dat deed echt zoveel damage. Oh, ik ben wel out of confusion gesnapt. Nou, dan hoop ik echt dat dit genoeg damage doet. Yeah, gelukkig. Oké, we hebben Watson verslagen met heel veel pijn en moeite. En level 38. Leader Watson was defeated. Ha, fine, I lost. You ended up giving me a thrill. Take this badge. Ik heb de Dynamo badge gekregen van Watson. Heel nice. Dankjewel, Watson. En TM34. Is dat overcharge? Oh, shockwave. Nee. En ik krijg hem in mijn telefoon, wat ik vooral niet wil. Maar ja, het is niet anders. Kijk, het is overdag. Dat is ook eens leuk om te zien, toch? Volgens mij moet ik normaal nu ergens Rock Smash halen. Als ik me niet vergis, is dat hier? Ja. Het enige punt is dat ik helemaal niemand Rock Smash wil leren. Back. Rock Smash. Ah, ik heb niet eens een Pokémon die Rock Smash kan leren. Moet ik zo eerst maar even een Pokémon vangen die Rock Smash kan leren. Hier. Hun maar even eerst. Sandrat en Zigzagoon, allebei normaal. Ik heb een Devotion en een Lucimoth. Laten we vooral gaan voor Psybeam en Signal Beam. Uitstel van executie. Sandrat is gone. Since you've been gone. Yo. No. Wauw, het lijkt Pokémon Kaizo Emerald wel, joh. Met twee keer achter elkaar een beetje lopen protecten. Hier in je gezicht. Sexy Goon Gonzo. Nice. Deze figuur maar even verslaan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of er misschien Pokémon te vinden zijn in het grasje hier. Interessante nieuwe. Hier hebben we in ieder geval Breeder. Isaac. Met een Whismur. Ze zijn allemaal niet echt hele sterke, moet ik zeggen. Is dit die breeder die normaal 6 Pokémon heeft? Is dat deze? Boeizel, ja, dat is deze. Oh, dat is wel een vette sprite voor Boeizel. Dat die Ice Shard is wat minder vet, moet ik zeggen. Ja, leuke sprite voor Boeizel. Ze maakt het me niet moeilijk, maar dat is ook het hele idee van de breeder, dat er alleen maar first stage Pokémon zijn als het goed is.
Tentacle level 26. Oh, Dynamo. Dit is die rare Dynamo. Oh, dit is een worm of zo? What the fuck? Deze zweeft niet. Oké, interessant. Aaron. Ben ik wel benieuwd wat de laatste Pokémon is. Nog 36, top. Tyroak. Is dit een normale Tyroak? Ja, zo te zien wel. Lewis Mold, level 39 alweer. Oh. Pokémon Breeder Isaac in de Pokénef, dankjewel. Even kijken wat hier te vinden is. Beautyfly, oké. Ditto, oké. Wordt gebeld. Wally, laat me met rust. Deze gast even verslaan. We zijn toch bezig, hè? Dit is een Doduo. Geluidjes. Nou, leuk dat je me wou bevechten, maar dit was ook niet echt een interessante battle, moet ik zeggen. Een triathlete Dylan is defeated. Och, moet ik iedereen in mijn telefoon? Wat is dit? Weer een triathlete. Triathlete Maria. Met ook een Doduo. Gewoon copy-paste van de battle van net. Wedden dat hij Uproar doet? Oh nee, Pursuit. Nou, ik wou toch niet switchen, dus het deed toch niet meer damage. Wauw, iedereen wil in mijn Pokénef. Oh, dit is geen trainer. Wow, yo, veel trainers. Nou, normaal ook zoveel trainers. Hier nog een wilde Pokémon. Ja, een Roselia. Of geen Roselia. Ik denk dat ik even ga healen. Want ik had verwacht dat er minder trainers zou zijn dan wat er uiteindelijk zijn. Dus laat ik dat even doen. Gelukkig zijn we nog in de buurt van Marville. Zo. De Jubilife City muziekje. Volgens mij. Op dit moment 3 Pokémons met allemaal verschillende types. We moeten er natuurlijk sowieso nog 3 bij. En ik hoop dat we nog Pokémon kunnen vinden met types die wij nog niet hebben. Die Meractus, die zag vet uit, maar die is grass. En ik denk dat die Ponyard fairy is. En we hebben ook al een fairy Pokémon. Deze gast heeft een Dustox. Moon
Moonlight terwijl je gewoon full health is. Wat een loser. Oké, de Dustox is gone. Wat heeft hij nog meer? Wel level 27 Tentacle, heel ziek. Een beautiful. Ja, laten we Tentacle eens eventjes de kans geven om ook wat te doen. Spark. Oeh, single beam. Dat deed heel veel damage. Nou, hij heeft de time to shine ook gekregen. Laat me nou maar weer de rest, denk je. Oké, dubbel battletje? Ja joh. Oh, toch niet. Curl, ja. De Loose Move had Faint Attack kunnen doen, maar we doen het nu maar gewoon Magical Leaf. Is ook genoeg voor Curl, ja, dus niks aan de hand. 37 Blue Ocean, ziek. Brandy. Nou, dag meneer Brandy, als de meneer is. Oh, nou ja, fuck it. Gaan we deze bitch nog even verslaan. Veel trainers op deze route opeens. Dit is Karate Kid mevrouw. Aisha. Met een Hypnotop. Oké, okay, die Hypnotop die psybeamen we en dan is de Hypnotop dom. Die triple kick me. Wojo, die tweede triple kick deed wel meer damage dan de eerste. Wojo. Nou, dat was top. Om precies te zijn, Hypnotop. Lose hem off, level 40 alweer. Jezus, dat gaat snel. Tempo level 28. Nog een trainer natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Breeder Lydia met 6 Pokémon zin in. Mist. Hallo, doe me geen mist. Een evasive mist heb ik gone of omhoog? Nee, helemaal niks, oké. Okay. Nou, Wingull is gone. Welke Pokémon komt er nu? Een Skitty. Nou, een dag Skitty. Tegen die breeders zijn we echt overleveld. Tegen de rest valt het mee, maar tegen die breeders zijn we echt overleveld. Ja, we willen Loose Him Off doen. Zo. Plots, plots. Meryl. Ja, ik wil het wel proberen. Oh wacht, we prakken Blue Ocean wel met Magical Leaf. Als Tentacool full health was, had ik het met Tentacool geprobeerd, maar Tentacool is waarschijnlijk slower dan die. Oh, als mijn Blue Ocean al sneller is dan Meryl, dan had Tentacool het misschien ook al geweest. Krabby. Zo, blaadjes op zijn gezicht. Top. Tentacool grew to level 29. Jab of the poisons, die doen we wel. Ondanks dat er geen poison Pokémon meer is.
Psyduck. Kijk. Doe er een Magical Leafy op. Ook al Gonzo. Magische Leaf. Oké, nou. Dat was de volgende breeder. Die het leven ons zuur wil maken. Nou, Loose Mob level 41. Nice. Breeder Lydia. Ja. Oké. Oh, dat is de markt. Verdant Turf City. Of town is het, denk ik trouwens. Bedenk me nu. Zo groot is het niet dat het de city is. We moeten dus zometeen even een Rock Smasher zien te vangen. Maar eerst even kijken wat hier is. Oh, dat zijn twee vrouwtjes. Die zijn meestal interessant, maar deze is niet interessant. Oké. Okay. Hier zo'n Battle Dome waar we toch niks mee gaan doen. Laten we hier maar gewoon naar binnen gaan. Oeh, eerst even kijken. Een Whismur, die hoeven we niet. Volgens mij kan Whismur geen Rock Smash namelijk. Hij is zijn glasses kwijt, toch? Ik dacht dat hij hier ergens laag of zo. Nee. Wel, iets aan. Hey. Volgens mij is die grotte normaal niet hierboven. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Oh, ik ben benieuwd. Welke Pokémon kan je hier tegenkomen? Een Magby, oké. Die kan denk ik geen Rock Smash, maar we blijven wel even hier. Want misschien dat er een andere Pokémon is die we hier kunnen vangen die interessant is. Later moeten we hier in ieder geval terugkomen, want er zijn hier Strength Blocks. En we hebben nog geen Strength. Ik ben wel benieuwd. En ik ben benieuwd welke Pokémon we hier nog meer kunnen vangen. Noobel, kan Noobel Rock Smash? Ik durf het echt niet. We wachten gewoon even totdat we een Pokémon tegenkomen waarvan we het zeker weten. Magma, ja, maar Magma zal toch wel Rock Smash kunnen. Ik ben echt teleurgesteld als het niet zo is. Laten we Magical Leaf doen. Ook nog gepoisoned, ook dat nog. Okay. Oh, nice. En Burnham vergeet je naam. Ja, en er bij poison, ik weet het. Moet die Magma hebben, die kan vast Rock Smash. Wacht, ik moet Duosje niet dood laten gaan. Slecht voor de happiness. Dat deed veel damage. Oké, ik heb hem. Magmar's data, oké. Nu hopen dat hij Rock Smash kan. Please kan Rock Smash. Ja, gelukkig. Hij heeft ook een item vast, what the fuck.
Nice. Raspberry, okay. Interessant dat hier de grot zit. Die moeten we even onthouden. Nou, snel Rock Smash doen. En dan kunnen we hem straks gewoon weglaten. Maar dat kan pas veel later, want je moet straks boven Marvel ook nog een keer Rock Smash doen. Dus dat zit niet helemaal mee, maar ja. Fuck, ik heb nu nog Pokémon voorin staan die... ...die gepoisoned is. Bubble Beam nu! Kijk. Grafflefer! Oké, Grafflefer is ook dood. Machop. Ah, fuck it. We gaan het wel gewoon proberen met Tentacool. Want Tenta is cool. Nice. Oké. Okay. Nou, Machop is ook cool. Machop is cool. Net geen level 30, denk ik. Inderdaad. Oh ja, nu merk maar ook. Ik krijg ook nog XP ook. Wat een vuile bitch. Goed, ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog als ik je heel graag bij de volgende aflevering van Pokémon Blazing Emerald. Adios, amigos.